Woe! Yeah! Hey! Fans van Kinderen voor Kinderen! Goed dat je erbij bent, want 10 november is de grote show van Kinderen voor Kinderen hier bij ZEP. En tot die tijd geef ik je een kijkje in het leven van Kinderen voor Kinderen achter de schermen. Oeh! Hey, als je kans wil maken op dit petje en deze zonnebril en deze ketting, ga dan naar kinderenvoorkinderen.nl. En wie weet, win je ze wel? Hey, dat rijmt! En heb jij al enig idee waar ik nu naartoe op weg ben? Alweer niet? Nou, dat is maar goed dat je blijft kijken, want dit is Kinderen voor Kinderen op weg naar de grote show! 6 weken lang rij ik kriskras door het land om de kids uit het Kinderen voor Kinderen koor te verrassen. Kijk mee, want je krijgt ook een kijkje achter de schermen en je hoort de nieuwste hits in Kinderen voor Kinderen op weg naar de grote show. Best wel cool, hè? Die hip-hop, altijd van die stoere gasten met vette kleding aan. Ja, het leuke is, Kinderen voor Kinderen heeft daar ook een liedje over gemaakt. Ik wil laten rappen worden. Ik ben vandaag op weg naar Shamara en zij heeft ook meegezongen in het liedje Ik wil laten rappen worden. En het toffe is, zij wil later ook echt rapper worden en doet het nu al heel vaak samen met haar vader, die ook rapper is. Hallo. 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 Ik ben het, Lex van Kinderen voor Kinderen. Oh. Hallo. Shamara? Oh, je bent oma. Oma van Shamara. Dat is Shamara. Ja, Lex. Hallo. Hoe is het met je? Goed. Mogen we binnenkomen? Ja, kom maar door. Is dit de woonkamer? Ja, dit is de woonkamer. We wonen nu bij oma en opa. Waarom? Omdat we in een verhuizing zitten. Oh. En wie is dit? Dit is mijn vogeltje Charlie. Het lijkt wel net alsof hij een beetje rapt, hè? Ja, want wat is dat nou eigenlijk? Jij wil later ook echt rapper worden, hè? Ja, ik vind het leuk om rappen samen met zang te combineren. Want ik vind zang echt een hele mooie vorm wat je met je stem kan doen. Maar rap is dan weer wat stuurder. Hey, en jij zingt ook mee in het liedje Ik wil laten rappen worden? Ja, met het koor. Waar komt dat eigenlijk vandaan dat jij je laten rappen wil worden? Van mijn vader, want toen hij op de middelbare school zat, had hij een paar vrienden. En daarmee ging hij dus muziek maken. Toen mocht ik bij hem in de studio zitten, waardoor het een beetje mee is gekomen. En waar is die studio? Boven. Hier? Ja. Bij Open Oma? Ja. Oh, nou ja, dat wil ik wel even zien. Ik wil laten worden. Hier is dus de studio. Hey. Hoe is het? Ik ben Lex. Hi, Moreno. Aangenaam. Moreno. Yes. Dit is jouw home studio. Dit is onze home studio, ja. Wat super cool, hè? En jullie rappen ook wel eens samen of maken ook wel eens samen muziek? Vroeger, toen ik klein was, als bijvoorbeeld mijn vader met deze computer bezig was, mocht ik gewoon kijken. Hey, en hebben jullie samen wel eens wat gemaakt? Ja, ik heb in het verleden een cd uitgebracht. En dat heb ik Shamara wat liever kozende woordjes in de studio laten opnemen. Zeg maar dichterbij. Nee, met je handen luisteren. Zo. Zeg maar en dan zeg maar tegen je. I love you, daddy. Nog een keer. I love you, daddy. I love you, daddy? Ja. Ik hou van je papa. Ja. Oh. Het toffe is, Shamara, dat vandaag Tjeerd, De muziekproducent, is op dit moment het mixen aan het liedje Ik wil laten rappen worden. Oh. Vind jij het leuk om mee te gaan naar Amsterdam om de eerste versie te horen? Ja, lijkt me echt leuk. Ja? En ga jij dan ook mee? Ja. Te gek. Vaderrapper, dochterrapper. Leuke combinatie. Nou, top, laten we gaan. Let's go. Zo, ik heb speciaal vervoer. Ja, vader. Yes. Wil jij achterin? Prima. Op naar Amsterdam! Ik wil laten rapper worden, een echte rapper worden. Hey, het liedje is geschreven door Brainpower. Pap, ken jij Brainpower? Ik ken Brainpower, ja. Brainpower is een van de grootste rappers van Nederland. Dit jaar trad hij bijvoorbeeld op bij De Vrienden van Amstel Live. En hij was de eerste Nederlandstalige hiphopartiest die een nummer 1 hit scoorde met Dansplaat. Hij deed ook mee in The Passion. In The Passion, inderdaad. Oh ja. God weet dat ik die man niet eens ken. En terwijl wij doorrijden naar Amsterdam, neemt Jada het over. Want zij neemt jullie mee naar de repetities van het koor. Hoi,
En ik ben dus vandaag bij de repetities van Kinderen voor Kinderen in Amsterdam. En ik neem jullie vandaag een dagje mee voor de grote show Live in Concert. Gaan jullie mee? Oké, ik ben nu binnen. En ik ga even kijken wie er allemaal al binnen zijn. Hey! Wat gaan we vandaag allemaal doen? Repeteren, zingen en dansen. En waar hebben jullie het meest zin in? Dansen of zingen? Zingen. Dansen. Zingen. Oké, we gaan nu beginnen met de zangles van Michiel. Ik eet geen vlees, dat vind ik naar. Jij bent voor Ajax best wel raar. Ik hou van roze, jij van bruin. Zie de tijger in de tuin. Zo warm onze stem op. Vandaag is het feest, want Thijs is jarig. En hij trakteert. Elke week komen alle 38 kinderen van het koor vanuit het hele land bij elkaar. We repeteren om beter te leren zingen en dansen. Dat is hard werken, maar ook heel erg gezellig. We leren de liedjes van de grote show en netjes eten. Wil je lekker aan het schoonmaken? We gaan nu dansen. Deze dozen gebruiken we bij het nummer verhuizen. Wat mijn favoriete liedje? Lentekriebels. Waarom? Omdat ik er een solo in heb. Dit waren dan de repetities. Vonden jullie het leuk? Ja. Nou, terug naar jou, Lex. Doei! Hallo? Hoe is het? Je bent gewoon al binnen. De deur was al open. Gaat goed? Ja. Welkom. Kijk eens wie we hier hebben. Hallo. Brainpower. Goed? Ja? Ja. Jij weet ook helemaal hoe het moet, hè? Hey man, alles cool? Alles goed? Goed met jou? Ja, lekker. Goed. Leuk jullie te ontmoeten, joh. Hey, jij staat op de plaat, hè? Ja. Dat is wel... Ja, jij wil eerst wat vragen, of niet? Nee, ik wil... Oh, jij wil... Ja, dat hoort het ook bij in de rap scene. Samara, Brainpower heeft dus het liedje geschreven. Ja. Hij heeft het gedaan, dus ja, je kunt alles aan hem vragen nu over het liedje. Hoe kwam je op het idee om een liedje te maken over ik wil later rapper worden? Nou, rap is nu zo populair en ik doe het toch al een hele tijd. Dus het leek me leuk om iets te schrijven voor jullie. Ik heb eigenlijk de beat gemaakt, een schetsje en de tekst uitgewerkt. En toen ben ik naar hem toe gegaan. En wij werken heel goed samen als een soort yin-yang team al jarenlang. En ja, eigenlijk moeten we iets laten horen een beetje, vind je niet? Hey, ga jij anders maar in de stoel zitten. Ik wil dat jij in de echte studio stoel gaat zitten. Nou, ga maar eens even luisteren. Dit is de nieuwste Kinderen voor Kinderen. Miss hem niet. Miss hem niet. Ik wil laten rapper worden, een echte rapper worden. Ja, dat is wat ik wil. Wat ik wil. Wow. Super lekker liedje, toch? Ja. Ik vind hem heel goed geworden. Ja, ik vind hem afgemixt. We willen een speciale versie maken waar jij samen wat vocalen gaat toevoegen met je vader. En nou heb ik gehoord dat hij ook rapt, alleen hij rapt in het Engels. Yes. Dus dit wordt een vuurdoop dat hij ook in het Nederlands gaat rappen. Wat vind jij daarvan? Ik vind het wel leuk en ook een uitdaging. Zullen we het gewoon gaan doen? Ja. Nou, top jongens, laten we de studio mee gaan. Yes. Let's do it. Dan doe jij deze op en dan moeten we alleen even kijken. Doe het gewoon om en om of zo. Oké. Okay. Komt-ie aan. Komt-ie. Van niet iets maken met veel plezier. Mijn eigen verhaal vertellen op mijn manier. Want ik wil lekker schrijven, het zijn mijn teksten die je proeft. Ik zweer het, ik word net zo goed als Ronnie Flex en Boef. Oh, met broederliefde de studio in. Dat is waar ik van droom al vanaf het begin. Positieve songs waarvan je meteen gaat houden. Net als Diggy Dex, Gijs Perdue en Brainpower. Ik wil laten rappen worden, een echte rapper worden. Ja, dat is wat ik wil. Wil je de hele opname horen van Samara en haar vader? Ga dan snel naar kinderenvoorkinderen.nl. Wat ik wil. Yes! Top! Hey, maar even serieus, hè? Top, kom maar even bij. Heel goed, jullie hebben echt foutloos gedaan en in één take. Ja, one takertje, dit. One take. Je hoort wel dat jouw vader ook wel echt skills heeft, hoor. Ja, je vader die heeft zijn eigen toon en die legt het uit of die vraagt het. En jij antwoordt als het ware met je tekst. Het ritmegevoel heb je niet van een vreemde. Ja, dat was echt tof. Ik vond het echt leuk om te zien. Samara, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Goed zo. Pa! Laat weten wat jij van ons liedje vindt hieronder in de comments.
Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doeg! Check de video van gisteren, check de video vandaag. Geef een duimpje omhoog.